Nou, dat kan maar geen zaak schelen wat ze er juridisch van vinden. Dat het een volkomen onlogisch standpunt is. Nee, maar als het de wet is, ja, moeten we ons toch aan de wet houden? Nee, toch? Dat zijn maar geen reden voor om ons aan de wet te houden. In Nederland is een oerwoud van wet en regelgeving. En voor een heel belangrijk deel te doen de meeste Nederlanders elke dag allerlei dingen die in strijd zijn met de wet en de regelgeving. Het Verlossum, kunt u mij horen? Ja, ik word vaak gereden. Ja. Omdat het voor de bejaarden natuurlijk lastig is. En dan in mijn eigen auto, dat is wel zo handig natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Dat betekent wel dat je een auto moet hebben waar je ook achterin prettig en comfortabel kunt zitten. En zo'n auto heb ik gekocht, speciaal ik ben ook achterin gaan zitten. Ja, dus dan test je, dan ga je eigenlijk achterin zitten en dan test je, ja, zit het hier fijn? Ja, bovendien kun je in die auto achterin kun je eigenlijk allerlei dingen regelen, zoals de radio bijvoorbeeld. Je kunt de voorstoel kun je achterin bedienen. Nou, de verwarming vanzelfsprekend. Ja. Ontzettend handig allemaal. Ja. Ja, ze zeggen normaal altijd VIP's gaan achterin zitten, hè? Nou ja, als je dat zo wil uitdrukken. Het is voor mij vrij simpel. Ja, je doet zo'n theateroptreden. Goed, dat hebben we al een jaar niet gedaan, maar goed, dat doe je dan. En achterin rijden gaat wel. Een bovendien is dan meestal nog licht, dus dat is niet zo'n groot probleem. En als je denkt, om 11 uur ben je klaar. En dan is het voor de bejaarden toch, als je uit Bellingwolde terug naar Utrecht moet. Ja. Zie ik wel zeggen naar Nederland, alsof het in het buitenland is. Het ligt in Groningen, op de grens van Groningen en Duitsland. Dat is een enorme rit. Daar ben je gauw ruim 2 uur mee bezig. Dus dan is dat... Ja, dan is het heel wat prettig als je iemand hebt die je wil rijden. Ja, misschien kunnen we dan meteen even de vraag, want ik krijg die vraag zoveel. Misschien kunnen jullie meteen eventjes ophelderen. Waarom zitten jullie toch in hemelsnaam altijd in die auto om dat op te nemen? Misschien kunnen we dat meteen even uitleggen. Dan hoef ik dat niet meer steeds te vertellen. Omdat dat zo ontzettend handig is. Ja, hè? Jij komt voorrijden. Je hebt die apparatuur bij je waarmee die opnames worden gemaakt, hè? En ik kan natuurlijk zeggen, we gaan binnen zitten, maar dan moet je eerst die apparatuur naar binnen sjouwen. Precies. He, en dan moet mijn vrouw, die moet 2,5 uur de mond houden. Ja. He, of die moet boven gaan zitten. Dus waarom zou je dat doen als je heel comfortabel in die auto zit? Ja. He, en waarom zijn we hiermee begonnen? Omdat we eigenlijk in het park zijn begonnen, toen het mooi weer was, vorig jaar. Op een bankje. Dat was hartstikke leuk, want we zien onze hond voorbij komen en mensen groeten enzovoort enzovoort. Maar ja, toen werd het klote weer, geleidelijk aan, oktober, november. En toen was het praktisch om gewoon even in die auto te gaan zitten. Precies, ja. Het is een keurige, comfortabele ruimte. Ja, je moet daar niet de hele dag in gaan zitten, maar wie doet dat? Hè? Voor een dag, voor een uurtje of twee is het prima geregeld. En wist je dat de akoestiek in zo'n auto dus ook eigenlijk per toeval... Het is normaal in een ruimte binnen is het vaak hol, maar hier zit dus een soort van isolatiemateriaal in iedere auto eigenlijk. Ja, kijk, dit is natuurlijk dempend materiaal, dus dat zal inderdaad dat effect hebben. Dus ja, het is een hele praktische oplossing. Ik ben zelfs geneigd om mensen die podcasts willen maken, maar op zoek zijn naar een geschikte ruimte of helemaal geen geld hebben voor een geschikte ruimte of 3 hoog achterwonen, weet ik veel. Doe het even in de auto, ja. Klaar is Kees. Ik hoor zelfs van voice-overs van televisieprogramma's, als die bijvoorbeeld op vakantie zijn en ze moeten toch nog iets inspreken, dan gaan ze eventjes in de auto zitten, omdat het een beetje klinkt als in een studio. Kijk aan, het enige risico wat je hier loopt, is dat je dus een parkeerbekeuring krijgt, ja, van 68 euro. Mag ik nog eens opmerken dat het Nederlandse boetebeleid ter zake, dat echt idioot is. Wij betalen in allerlei opzichten dubbel zo hoge boetes als in andere Europese landen. Laat ook op dit punt de boel wat meer harmonisch verlopen in Europa. Vind je die parkeerboete te veel? Te hoog? Veel te veel. Parkeerboete van 68 euro zijn ze nou helemaal krankzinnig geworden. Ze zeggen de helft is al ruim bemeten, hoor. Maak er 25 piek van, dat is hartstikke mooi. Ja, maar dan denken mensen van, oh, die 25... Ja, dat is dan maar zo, ja. Die kun je dan eventueel bestraffen. Hmm. Ja, want je kunt ook kijken of ze er na 2,5 uur nog staan of na een middag nog staan, ja. Ja. Kijk, je hebt altijd mensen die zullen de wet overtreden, maar ik ga er even vanuit dat mensen te goed en trouw zijn. Maar ik vind 68 euro voor een parkeerboete vind ik echt belachelijk. Ja. Maar een boete is natuurlijk in het leven geroepen om natuurlijk een bepaald gedrag te willen... Ja, en daar zit je natuurlijk met een probleem dat voor een deel van de Nederlanders is 68 euro volkomen betekenisloos en voor andere Nederlanders niet. En dan moet je dus een middenweg zien te vinden of...
Je moet, zoals in sommige landen, een beleid ontwerpen waarbij mensen die veel meer verdienen, dus waarbij de boete navenant hoger wordt naarmate je meer verdient. Dus als een miljonair zijn auto verkeerd parkeert, dan moet wel even gecheckt worden natuurlijk of die miljonair is en zo, dan kun je, laten we zeggen, dan maak je er 1000 piek van. Hè? Dan zijn mensen heel trouwens, ja, ik zal maar zeggen, als Bill Gates hier zijn auto parkeert in een straat, zal die daar ook niet wakker van liggen. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. We leven wat dat betreft in een betrekkelijk onrechtvaardige samenleving. Ja. Het zal lastig zijn om een samenleving in te richten waar dit soort van ongelijkheden volledig afwezig zijn. Ja. Omdat de pogingen daartoe weer andere verschrikkelijke dingen veroorzaken. Dus je moet, ook de inrichting van een samenleving is het voorzichtig zoeken naar een middenweg. Het gaat te ver om te zeggen van, oh, u rijdt in een Ferrari, dus u zult wel miljonair zijn. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. Want bij mijn weten kun je ook voor een weekend een Ferrari huren. Ja. Ja, mocht u indruk willen maken op een vriendin, dan kunt u zo'n ding huren. Ik geloof dat het 5000 euro kost of zo. En dan kunt u dus, trouwens, ik waarschuw u maar even. Er zijn hele leuke filmpjes op het internet waar u kunt zien wat er gebeurt met mensen die plotseling rijden in auto's waar ze helemaal niet aan gewend zijn. En die geven dan vol gas. En die vliegen dan, ik moet zeggen dat het volstrekt lachwekkend is als je het ziet. Vliegen ze de bocht uit, de sloot in, ze rammen een andere dure auto. Het is een toneelstuk van ongekende gewelddadigheid. Maar het rijden in dergelijke auto's, dat is een betrekkelijk lastige affaire. Ja. Ik begrijp ook totaal niet waarom mensen geld uitgeven aan dergelijke auto's. Misschien is het wel een idee om op Europees niveau dat boetebeleid een beetje recht te trekken. Want als je in Duitsland te hard rijdt, word je ook beboet. En dan krijg je ook een mooie foto erbij met je gezicht erop. Maar het ligt wel volgens mij aanzienlijk lager dan hier. Ja, ik heb in Frankrijk overigens onbedoeld te hard gereden. Ergens bij Lyon of zo, weet ik veel, voor of na Lyon. En bij Metz, dat ben ik nu vergeten. En dan bleek je, ik kreeg een boete van 28 euro. Bovendien in een A4 envelop met 26 formulieren. Omdat de Europese wetgeving voorschrijft dat als je een boete in Frankrijk krijgt en je bent een Nederlander, kunnen ze natuurlijk aan je nummerbord zien, dan is het verplicht om een Nederlandse tekst bij te voegen waarom je bekeurd bent. Ja. Dat je niet denkt van, wat is dat? Wel goed toch, als je niet, geen Frans spreekt. Ik vind het heel aardig, maar het is natuurlijk wel administratief een enorme winkel. En als je dan een boete van 28 euro krijgt, begrijp je wel dat de administratieve kosten van deze boete, dat die beduidend hoger liggen. Dat is waar. Ja, Frankrijk is een land van formulieren. Dat is ongelooflijk, ja. Maar Duitsland niet dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Waarschijnlijk wel, maar alleen in Frankrijk ben ik A, bekeurd. Dat is punt. Ik ben nooit in Duitsland bekeurd. Wat ik notabene een jaar in Duitsland heb gewoond. Dat is nog wel interessant om te weten. Wij woonden daar in een wetenschappelijk instituut. En daar was een soort van pleintje voor. Dit speelt zich af in de stad Mainz. En ik zette mijn auto altijd op dat pleintje. Mijn banaankleurige AMI 8. En daar mocht je helemaal niet staan. En altijd kwamen er Duitsers op mij af, die overigens heel beleefd, niet roepend van flikker op of zo, of ga terug naar je eigen klotenland. Dat nou ook weer niet. En die attendeerde mij op het feit dat ik daar helemaal niet mocht staan en dat ik er verstandig aan deed om iets verderop te gaan staan, want daar mocht je wel parkeren. Ik zal zo vertellen dat ik dat tenslotte wel ben gaan doen, maar om hele andere redenen. En ik vond dat zo sympathiek en beleefd van die Duitsers, maar ik trok me er nooit iets van aan. Want ik dacht, nou ja, ik ben toch een buitenlander. En volgens mij was er toen nog geen sprake van, ik weet niet of nu die bekeuringen worden volgens mij Europees geharmoniseerd. Of dat niet qua hoogte van bekeuring, maar wel je krijgt ze toegestuurd. En toen niet. Dus ik heb in Mainz allerlei lollige avonturen. De AMI 8 was een slechte starter. Mainz is een betrekkelijk geaccidenteerde stad. Dus op een goed moment dacht ik, ik heb een hele handige oplossing om deze slechte starter tot goed starter te bewegen. Ik parkeerde hem altijd op een heuveltje. Je ging erin zitten, je haalde de handrem eraf, je chook zo'n beetje half uit. Je zette hem in de 2, hij rolde naar beneden, hij startte, jongen, nou. Alsof als een gek. Ja, je dacht, het is bijna een normale auto eigenlijk. Ja, dat is Mainz. Ik werd ook nog eens in Mainz aangehouden. Nou, maar ja, dat zullen de kenners weten, is een Franse auto natuurlijk. En of de linker koplamp brandde niet, of de rechter koplamp brandde niet. Het was altijd wat in feite. Ik had ook zo'n speciaal sponsje met allemaal van die lampjes erin. Die je dan zelf kon vervangen, wat ik overigens helemaal niet kon.
Dus ja, ik werd aangehouden. Nu was geloof ik de linker koplamp, die brandde niet meer. En ik dacht, nou ja, weet je wat ik doe? Ik hou me gewoon de domme. Dus ik agent die kwam aan het raampje en zo. Ik zei, ja, ik spreek geen Duits, spreek geen woord Duits. Ik maakte ook van die hulpeloze gebaren en zo. Ik maakte een beetje een debiele indruk. Zei die man, ach, wacht even een momentje. Ik heb een collega, die komt even met u praten. Kwam er een Duitse agent, sprak vloeiend Nederlands. Had jaren in Roermond gewerkt in een of ander samenwerkingsverband van de Duitse en de Nederlandse politie. Dus daar stond ik met mijn goede gedrag en mijn aanstellerij. Ja, maar uiteindelijk heb ik volgens mij in Mainz nooit iets betaald. Maar ja, in Frankrijk, daar ben ik ook nog eens medisch behandeld. Overigens voortreffelijk. Ik kan reclame maken voor de Franse gezondheidszorg. Tip top in orde. Alle denkbare hebben ze uit de kast getrokken. En ik probeerde natuurlijk te betalen. Ik weet niet of ik het al eens eerder heb betaald. Ja, ik had zo'n kaartje en ik had natuurlijk gewoon de creditcards en ik had de pinpas. En nou ja, echt, ik heb ze alles aangeboden wat maar mogelijk was. Nee, dat kon zo niet. Dat kon zo niet gedaan worden. Ik kreeg een rekening thuis. Zo, nou oké, dus ik verliet het ziekenhuis en ik schat 3,5 maand later kwam er weer zo'n Franse envelop, A4 envelop, waar zeker een, nou ik schat dat het er zeker 10 velletjes papier in zaten met van die formulierachtige papieren met enorme stempels erop en handtekeningen en zo. Allemaal vanwege die behandeling. En dus dan, je kijkt naar het slotpapier, dat je denkt, dat gaat duizend, met deze handel gaat dat duizenden euro's kosten. Het kostte 128 euro, de hele behandeling. Toen dacht ik ook, al deze formulieren en die stempels en die hele heisa. Terwijl ik had het gewoon ter plekke contant kunnen betalen. Dus dan begrijp je ook even waarom ook de Franse gezondheidszorg bijzonder prijzig is. Ja. Dat is kennelijk, ja, je verwacht het niet van die Fransen, dat het zo'n enorme bureaucratische omhaal is, maar dat is het dus. Ja, ja. Hey, Pieter Omtzigt, heel ander onderwerp, we hebben het eerder over gehad, jij zegt nou, die komt niet meer terug, die gaat ergens, wordt die commissaris van de Koning. In september spreekt hij weer, inhoud onbekend, maar hij is dan weer terug, dus als hij gaat spreken in het openbaar en je kunt daarbij zijn, dan neem ik aan dat het ook weer beter met hem gaat. En dan, de verwachting is dat we daarna weer meer van hem gaan horen, ook in de Tweede Kamer. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik denk nog steeds dat hij niet definitief terugkomt als Kamerlid, wat heeft het nou voor zin? Om in je eentje die kamer te gaan zitten. Ik bedoel, langzamerhand is dat een soort megafractie van eenlingen. Nou, misschien noemt hij zich wel groep. De groep Omtzigt. Ja, de groep Omtzigt. Nee, als ik hem mag adviseren of blijf in dat CDA, dan valt heel wat te verbeteren. Nou, zoals we langzamerhand ontdekken. Ja, ik weet het wel. Maar of hij kan het weer terug, toch? Hij kan altijd terug, zoals Heintje Davids. Zo'n spijt gekregen in augustus, dat ik wil graag weer terug. Maar zo niet, om maar in je eentje die kamer te gaan zitten, vind ik, hij zou beter moeten weten. Ik denk dat de CDA wel stiekem een deel van de partij wel blij is dat ze op deze manier van hem af zijn. Dat zou mij niet verbazen. Want ja, je weet, het is een christelijke partij, althans gegrondvest op de christelijke beginselen. En zoals je weet ben ik van oordeel dat er maar weinig partijen zo onchristelijk zijn als juist het CDA. Ja. Dus dat zou best kunnen. Ja. Vond je van Frans Wijsglas van de week met zijn brief? Geen idee, heeft hij iets gedaan? Ja, die zegt eigenlijk het duurt nu zo ontzettend lang. Frans Wijsglas, oud voorzitter van de Tweede Kamer, hè, van de VVD. Die zei het duurt nu zo lang die formatie. Als er nu na de zomer nog steeds niet zicht is op een nieuw kabinet, dan heeft de kiezer recht op nieuwe verkiezingen. Nou, dat hoop ik niet, want dan krijg je nog verder, veel, veel verdere versplintering, dus dat denk ik niet. Maar ik vind wel dat de betrokkenen zich moeten schamen voor deze vertoning. Maar we hebben al uitgebreid besproken waarom we deze vertoning opgeserveerd krijgen. Om de eenvoudige reden dat natuurlijk het zittende kabinet door moet. Ja, want je hoeft maar te besluiten op 1 september, nou, we hebben er over nagedacht en een paar beleidsstukken bekeken en achter op ons hoofd gekrapt. Maar het is toch veel verstandiger om met het zittende kabinet door te gaan. Misschien kunnen wat zwakke broeders of zusters verwijderd worden, dat weet ik niet. Al zou dat natuurlijk vrij pijnlijk zijn. Dus ja, dat denk ik, dat het zo gaat. En dat dit dus een soort strategie is. Ja. Ja, want we hebben ook nog niks gehoord over dat stuk wat Rutte en Kaag samen zouden brouwen, toch? Nee. Schijnen ze nog mee bezig te zijn. Rutte heeft nu vakantie, zei hij. Nou ja, nogmaals, ik heb het al wel meerdere, zo blijf je in de herhaling vervallen. Er liggen enorme dossiers die aangepakt zouden moeten worden. Maar ja, gezien Rutte's reputatie van de afgelopen jaren
En het feit dat waarschijnlijk het zittende kabinet blijft zitten, zie ik dat allemaal helemaal niet gebeuren. Dus we modderen gewoon lekker door van incident naar incident. Ja, er was deze week ook nog wat kritiek op informateur Hamer. Want die zou te weinig hebben gestuurd op de inhoud van de partij en te veel belangenclubs hebben uitgenodigd om langs te komen. Nou ja, die belangenclubs die hebben alle recht om hun belangen naar voren te brengen. Het probleem juist van politiek beleid is dat je die belangen op enige wijze moet klutsen. En dat je er een omelet van moet maken die lekker is. Dat is wat het kabinet moet doen. Dat is politiek. Nederland is een enorme massa van verschillende belangen. En die moet op een of andere manier moeten die beetje bij elkaar gebracht worden. En moet er een soort compromis worden gevonden wat je uit kunt voeren. En dan zou het wel passend zijn, denk ik, voor de minister-president. En ongetwijfeld de vice-ministers die we ook weer krijgen. Vice-minister-presidenten die we ook weer krijgen. Kijk nou eens naar de grote vraagstukken van de Nederlandse samenleving. Dat ebt dat maar voort. Ja. Of dat nu de jeugdzorg is of al die dingen waar we het vaak over gehad hebben. Doe er in godsnaam eens wat aan. Voer beleid, geld is er zat. Doe iets nuttigs. De economie is al hersteld, dus daar hoeven we ons verder niet zo verschrikkelijk veel zorgen over te maken. Verplicht die vaccinatiebewijzen, dat spreekt voor zich. Ja, zou je dat goed vinden? Ja, ook zo'n kul discussie, ja, natuurlijk. Stel voor dat je een bedrijf hebt. Je hebt een bedrijf, jij runt een bedrijf in kartonnen dozen. Ja. En je hebt 35 man personeel. En een van die personeelsleden zegt van ja, ik heb nog eens gebeld met die meneer Engel. Die had er alles van af weten. En die zegt, u kunt u beter niet laten vaccineren. Want dat zijn allemaal chips van Bill Gates. En waar dat heen moet, niemand die het weet. Eén grote totalitaire wereldregering. Dan zou jij toch ook tegen die ene man zeggen, waardoor jouw hele bedrijf een aanzienlijk risico loopt. Zeker met de Delta variant. Niet waar die aanzienlijk besmettelijker is dan de vorige varianten. Dan zou je te zeggen, meneer, zoekt u het in godsnaam elders? Of meldt u ziek, doe er wat aan, maar ik heb u helemaal geen behoefte in onze dozenhal om u te ontvangen. Ik dacht, volkomen terecht. In Amerika zijn tal van bedrijven die dit beleid al lang voeren. Ja, maar wij hebben het beleid dat je dus niet mag. Stel dat jij een collega bent en ik ben jouw baas, mag ik jou niet vragen of je gevaccineerd bent vanwege de AVG. Nou, dat is natuurlijk volkomen achterlijk. Ik weet niet hoe dat dan zou gaan. We gaan even naar dat bedrijf van jou en die kartonnen dozen. En ik kom daar binnen, hè, vooral omdat ik een enorme expert ben op het gebied van kartonnen dozen. Hoeveel kartonnen dozen ik al niet heb ontvangen aan de deur. Met leuke boeken erin. En jij zou zeggen, bent u wel gevaccineerd? Ja, dat ga ik jou niet vertellen. Dat houden wij geheim. Want ja, de wetgeving, de voorschriften in Nederland zijn van een zodanige aard. Dat mag je niet vragen. Helemaal niet. Je mag ook niet vragen, heeft u twee voeten? Helemaal niks mee te maken. Kan zijn dat ik helemaal geen voeten heb. Of drie of één. Maar u heeft een... Dan zegt jij ook van, nou, dan zoek ik even een andere sollicitant, toch? En dat zou heel verstandig zijn. Ja, dan heb je het over sollicitanten, maar stel dat je al aangenomen bent. Nou, dan zou ik zeggen, sorry, ik wil het graag weten. En zo niet, dan blijf je met thuis. Ja, maar het mag dus niet van de wetgeving. Ja, dat is een hele rare wetgeving dan. En stel dat wij in de pauze... Wat is dat nou voor idiote wetgeving? Nou ja, waarom zou je dat niet mogen vragen? Vooral als belanghebbende. Je mag je versteld wel testen verplicht. Dus dat betekent dat je met zoveel woorden zegt, ik wil wel zeker weten dat u getest bent. Dat nu in al die QR-codes en zo, dat bleek allemaal enorm makkelijk te ondergraven. Dan moet je dat zeggen. Oplichterij bleek hier ruimschoots tot de mogelijkheden. Nee, ik vind het volkomen normaal dat je vraagt of iemand gevaccineerd is, ja of nee. Maar je mag wel naar een testbewijs vragen, toch? Ja, nou, ik ben geen jurist. Sterker nog, hebben allerlei toegangsregels zijn nu al zo dat je of een testbewijs moet hebben. Met ook die belachelijke 40 uur, wat natuurlijk een idiote maatregel is, dat moet 24 maximaal zijn. Of dat je kunt bewijzen dat je gevaccineerd bent. Liefst dubbel en liefst enige tijd geleden. Ja. Nou, dat is de manier waarop we er een beetje uit kunnen komen. Ja, daar zou het ook wel naartoe gaan, vermoed ik. Nou, misschien zijn er mensen die juridisch meer van weten. Laat vooral eventjes weten hoe dat dan zit. Nou, dat kan maar geen zaak schelen wat ze er juridisch van vinden. Dat het een volkomen onlogisch standpunt is. Nee, maar als het de wet is, ja, moeten we ons toch aan de wet houden? Nee, toch? Dat zijn we geen reden voor om ons aan de wet te houden.
In Nederland is een oerwoud van wet en regelgeving. En voor een heel belangrijk gedeelte doen de meeste Nederlanders elke dag allerlei dingen die in strijd zijn met de wet en de regelgeving. Zoals? Weet ik veel, dat ze een elektriciteitskast hebben die niet de afgelopen jaren gecontroleerd is door de gemeente. Ik noem maar wat op. Ik zeg dat vooral omdat het bij mij bijna wel. Die hangt helemaal vol met moderne grijze kastjes. Maar denk aan al die branden. Hoe dacht je dat komt dat al die landbouw en land- en tuinbouwbedrijven afvikken? Dat komt gewoon omdat het hele slecht geïnstalleerde elektrische leidingen heeft. Okay. Ik noem maar een willekeurig voorbeeld. Ja. Noem mij de Nederlander die niet wel eens op een weg waar het 80 is 86 heeft gereden. Of anderszins. Weet ik veel, die niet de struik in zijn voortuin niet gesnoeid heeft. Nee, dat is een van die andere dingen. We hebben een oerwoud aan wet en regelgeving, want we willen graag alles regelen. Hè? En daarvoor wetten maken. Maar de handhaving van een groot deel daarvan, die is natuurlijk op z'n janboerenfluitjes. Dat weten we ook allemaal, omdat heel veel wet en regelgeving heeft voornamelijk een symbolisch karakter. We hebben gezegd, zie je, het mag niet. Zo. Ja, toevallig hebben we helemaal geen agent om het te controleren of controlerend personeel. Er is enorm veel gebrek aan. We hebben heel veel. Maar er is in ieder geval iets aan gedaan door de Kamer. Symbolisch wetgeving. Dus dat geldt hier in het coronageval ook. Dus jij, dit vind ik volkomen idioot. Dus ik zou zeggen, wijzig de wetgeving. Oké, wijzig de wetgeving en bedrijven. Ik vind iedereen die zich wel bewust op ideologische gronden niet laat vaccineren. Ja. Daarvan zou ik zeggen, dat vind ik prima dat u dat doet. Die vrijheid mag u wat mij betreft hebben. Maar dan bieden wij u niet de rest van de vrijheden in Nederland. Want wij bieden u niet de vrijheid, niet waar, om iedereen maar te gaan besmetten. Ja. Dat gaan we niet doen. Dus dan moet u maar thuis blijven. Ja. Dan zit u lekker vrij thuis, ook mooi. U kunt alle spullen tegenwoordig aan de deur laten komen. Ik had het al over die kartonnen dozen. Dus huppakee, u blijft gewoon thuis. Oké. Okay. Maar u gaat niet de straat op en andere mensen besmetten. Dat gaan we niet doen. Nee. Nee. Er is nu ook weer een of andere zeldzame Colombiaanse variant opgedoken. Hè? Nou ja, kijk, zolang die haarden bestaan natuurlijk, in vooral ook in grote landen in de derde wereld, zullen er steeds nieuwe varianten zijn. Dan zijn die virussen hartstikke goed in om nieuwe varianten te ontwikkelen. En omdat ze zich relatief snel voortplanten, zeker in vergelijking met onze voortplanting, moeten we wel oppassen dat we daar niet voortdurend ingehouden worden. Ja, ik moet wel zeggen dat met die QR-code, waar je dus in kunt zien dat je gevaccineerd bent, dat werkt wel erg goed. Dat staat er automatisch in. Dan las ik niet eerst dat dat ook vervalst kan worden. En, ja, vast wel. Maar als studenten die juist bij die gelegenheid, geloof ik, dat er 300 mensen besmet zijn, stonden te kraaien hoe leuk het was om dat allemaal, dat je kon met drie keer klikken of zo. Kon je de boel tillen. Ja, dat was in het begin, maar ze hebben dat dus nu aangepast. Dus je moet nu 2 weken wachten na je laatste inenting. En dan staat het automatisch, als je met je DigiD inlogt, in zo'n app op je mobiele telefoon. Ah, ja, moet je wel weten hoe je aan een DigiD komt. We hebben het eerder over gehad, dat gaan we niet herhalen. Maar hoe kun jij bewijzen dat je ingeënt bent? Ik heb 2 papiertjes van die plek waar ik inheen ben. Dat is volgens mij niet genoeg. Nee, dat zou best kunnen. Dan is dat verdomd slecht georganiseerd. Want niemand zei daar, ja god, het is ondertussen maanden geleden. Niemand zei daar dat ik... dan kreeg je al dat gelul over dat gele boekje. Ik heb helemaal geen geel boekje. Dat bestond vroeger niet, dus ik heb ook geen geel boekje. Het schijnt dat we er wel in hebben gehad voor de kinderen. Die hebben dat meegenomen. Dus ze hebben een eigen geel boekje, maar wij niet. Het is net als met dat DigiD gedoe. Dat kon je bestellen, hè? Ja, je kunt het bestellen. Dat heb ik ondertussen ook begrepen. Je kunt ook op je... Er is ook een app waardoor je die QR-code kunt krijgen. En als ze mij dus goed geregistreerd hebben daar in Driebergen, zou dat moeten werken. Dus daar koers ik me op. En zolang ik niet naar het buitenland hoef en niet verder kom hier dan de straat en het park, valt het allemaal wel mee, denk ik. Maar stel dat je zo bij Texel bent en je wilt de boot op, en ze zeggen meneer Van Rossen wel eventjes een QR-code laten zien als hij de bedrijfsrestauratie in wil. Nou, dat wil ik helemaal niet, want dit is een van de dingen waar ik juist helemaal geen zin in heb op de boot. Om daar namelijk in die 20 minuten dat je uit kunt kijken over dat schitterende Marsdiep, dat je dan in een lange rij gaat staan om een klef broodje te kopen. Nee, dat heb je al eens verteld inderdaad. Maar stel dat je dan op het eiland naar een restaurant wil.
tijdens de vakantie. Nou, dus, daar kun je nu gewoon heen, kan ik je verzekeren. Ja, maar stel dat ze straks zeggen, net als in Duitsland, als je niet gevaccineerd bent, je mag nergens meer naartoe. Je moet een code laten. Maar dan zal ik normaal voorzien van de administratieve middelen, want ik heb daar verder helemaal geen bezwaar tegen. Nee. Helemaal niet. Maar dat zal helemaal niet het geval zijn. Daar ben ik wel van overtuigd. Nee. Vind je dat trouwens goed wat ze in Duitsland doen? Dus de mensen die dus niet ingeënt zijn, ja, die kunnen eigenlijk zo meteen nergens meer naartoe? Nee, dat vind ik prima. Heel goed idee. Ja. 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 Sta er volledig achter. Je bent een gevaar voor anderen. Kijk, dit soort van vrijheidsrechten, dat is erg lollig. Maar als jouw vrijheidsrechten in feite ten koste gaan van andermans rechten, dan is er iets mis met jouw vrijheidsrechten. Een ander groot probleem in de menselijke samenleving. Hoe organiseer je het zo dat je niet de rechten belachelijk inperkt, maar dat het wel zo is dat de vrijheid van sommige mensen niet ten koste gaat van de vrijheid van andere mensen. Dat is de reden dat jij bijvoorbeeld, als je straks naar Amsterdam rijdt, ik weet niet of je het van plan bent, maar gesteld dat je niet onderweg denkt, nou dit gelul met die honden en niemand houdt zich eraan, want dat is wel vrij opvallend dat weinig mensen zich eraan houden. Ik ga gewoon even 210 rijden. Hè. Dat kan dat wagentje best, dus je moet ook eens een keer zo'n motortje lekker doorblazen. Hè. Ze zit vol met rommel, dus even hup, even lekker gassen. Nee, dat is de bedoeling dat je dat niet mag doen. Ik hoop ook dat je aangehouden wordt en dat je een enorme douw krijgt. Want je rijdt dan dus 110 kilometer te hard. Dus dan ben je ook je rijbewijs voorlopig kwijt. Nou, daar sta ik 100% achter. Ik vind het sowieso wel, we hebben die 100 kilometer maatregelen ontzettend kinderachtig. Nou, ik weet niet, ik kan de precieze percentages niet schatten, maar 30-40% rijdt toch gewoon veel te hard voortdurend. Ja, dat klopt. Ja. Omdat er geen handhaving is. Had de politie trouwens al gezegd, toen die maatregel werd getroffen, ja, sorry, wij gaan het niet handhaven. Nou, er zijn flitsers. Ja, goed, je hebt zo'n die dingen, maar die heb je op sommige trajecten ook niet. Die heb je niet overal. Nee, nou ja, je hebt trajectcontrole en flitsers, die staan overal en nergens. Hè, dus die kunnen je wel pakken. Daar ben ik ook enorm voor. België heeft volgens mij op heel veel plekken trajectcontrole, volgens mij in het hele land. Ja, het is heel veel auto's, zeker alle min of meer recente auto's hebben cruise control. Dus zet hem op de cruise control en klaar ben je. Ja. Maar het gaat wel heel langzaam natuurlijk. 100. Ja, dat is zo val je wel eens. Ja, ik moet je zeggen, als je in Alaska woont, is dat onhandig dat je maar 100 mag rijden. Trouwens, dat is daar ook niet zo. Maar in Nederland is dat helemaal geen probleem, want 100 kilometer van Utrecht, als je nog een keer hoest, dan ben je over de Duitse grens. Dus ik zou zeggen, waarom je in Nederland zo... Er zijn enorm lollige onderzoeken over mensen die... Ik herinner mij een onderzoek van iemand die moest van Hamburg naar Milaan, als ik het me wel herinner. En de ene persoon die zou overal zo hard mogelijk rijden als maar mogelijk was. En de andere persoon zou zich keurig houden aan de diverse voorschriften. Ik geloof dat het tenslotte in Milaan 20 minuten scheelde. Waarbij die eerste man dus zijn eigen leven in gevaar had gebracht en ongetwijfeld het leven van anderen. Dus ja, en dan in Nederland, het is nog Hamburg-Milaan, dat is nog een stukje zeg. Hè. Dat is nog 2.500 kilometer of zo. Nee, in Nederland, wat is er nou voor lulkoek dat je dan is, omdat je, hoezo, je wil 3 minuten eerder en daardoor ga je jakker en rare dingen doen. Hè? Die mensen, ja, je ziet ook wel, het is een programma waar je de wonderbaarlijke rijkunst van halve garen ziet. Ik heb het al eens gezegd, je zit toch gauw in een min of meer normaal land met 15% mensen die echt knettergek zijn. Mm. Er zijn varianten in de waanzin, dat is natuurlijk zo. Maar ja, daar doe je ook heel weinig aan. Nee. Het heeft ook wel eens gebleken als je van de rijstrook wisselt. Hè? Mensen denken, links rijdt het door, daar ga ik rijden. Dat heeft ook helemaal geen zin. Nee, dat precies. Dat heeft ook 0,0 zin. Hmm. Hè, vaak schiet je in de vrachtautobaan sneller op dan in die andere baan. Want die andere baan die blijkt tenslotte in die vrachtautobaan geperst te moeten worden. Ja, met rits en zo. Maar ik ben wel blij dat ik niet in de buurt van het Haringvlietbrug woon. Al begreep ik dat er nu toch wel gewoon 4 stroken vrij zijn. Wat is dat dan? Die situatie ken ik dan niet. Haringvliet, heb je dat niet gevolgd? Nee. Een van onze vele bruggen die dus door achterstallig onderhoud in de problemen geraakt is. En dat is natuurlijk, dat ding is geopend, begreep ik, in 1963. Prima brug op zichzelf, sinds die tijd voor zover ik het kon, daar geen zak aan gedaan. En dat verkeer is natuurlijk veel intensiever geworden. De vrachtauto's zijn zwaarder geworden en in allerlei opzichten trilt de boel los. En ja, omdat ze bang zijn dat er iets vervelends gebeurt, hebben ze besloten om daar een deel van de banen af te sluiten. Om sowieso om met de snelheid te temperen.
dat heeft natuurlijk een enorm fijn effect. Je staat namelijk stil of je rijdt heel langzaam. En ik geloof dat er pas over 2 jaar ruimte was in het budget en in de planning om die brug aan te pakken. Maar nu las ik volgens mij net dat het nu toch weer 4 baans wordt, maar dan moet je 50 rijden. Maar ze waren bang dat niet iedereen zich daaraan zou houden. Ik moet u zeggen, een angst waar ik wel begrip voor heb in Nederland. Hè? Want wij Nederlanders zijn een anarchistisch volkje. Dat heeft voordelen en dat heeft nadelen. Ik heb natuurlijk, omdat ik een jaar in Mainz heb gewoond, heel veel op en neer gereden tussen Utrecht en Mainz. Dat was zeker elke maand tot 2 keer of zo. En dat is ontzettend leerzaam, vooral in het toeristenseizoen, wanneer er veel Nederlanders op weg zijn via Duitsland naar hun verschrikkelijke, veel te warme, zonnige bestemmingen. Nou, ook in Duitsland had je aan de lopende band stau, hè, dat het vast stond. En nou ja, wat die Duitsers, dat viel me altijd op, joh. Als het dan lang duurde, stapten ze uit, dan gingen ze een glaasje melk drinken. Een beetje lullen met de inzittenden van de auto voor ze of de auto achter ze, maar ze maakten ze er niet al te druk over. Maar je zag wel af en toe dat auto's zich uit de file bewogen en al dan een tijdje op de vluchtstrook gingen rijden en dan probeerden via landweggetjes van de autobaan af te komen. Overigens, als je dat ooit probeert, zul je al heel snel merken dat je dan nog veel verschrikkelijker vastloopt dan op die autobaan. En ik zweer het je, dat waren bijna altijd Nederlanders. He, die dachten van, ja, die Duitsers, die kunnen me nog meer vertellen. Ik weet dat beter. Ik ga hier zo dadelijk die landweg op en dan, nou ja, voordat je het weet ben ik in Milaan. He? Ja, dat is heel interessant. Die Duitsers, die waren er gewoon aan gewend. Die zaten, deed jij moeite? Nee. En ongetwijfeld is dat een betere benadering van het vraagstuk, wat ook uit ander onderzoek blijkt. Mensen die dus zeggen, ik ga er vanaf, ik ga even petit petit op de top tom, ik ga even iets enorm anders doen. Weet je daarvan, al heel snel kom je erachter dat je ergens verderop weer op diezelfde weg terechtkomt, waar de boel nog steeds stilstaat. Dus mensen, maak u niet druk. Ga vooral niet rijden als u zeker weet dat het heel druk zal zijn. Ook zo'n raadselachtig verschijnsel. Wat was nu dit jaar Zwarte Zaterdag? Hè? Zwarter dan ooit. Ja, zwarter dan ooit. En, nou, is het al jaren zo? Er komen honderden mensen om het leven op die zwarte dagen. Zwarte donderdag, weet ik veel. Hè? En je zou toch zeggen, elk normaal zegt van, mens zegt, nou, dat weten we nou wel. We wachten een dagje of 3, kunnen we lekker relaxen thuis. Nog een regenbuitje voordat we daar in die verschroeiende hitte moeten gaan zitten, daar beneden. Nee, ze gaan gewoon elk jaar weer als lemmingen in die stomme auto's zitten. En dan staan ze dus op de route, Soleil. Hoe was het? Stond het 6 uur vast of zo? Ja, overal. Op heel veel, de Gotthardtunnel ook. Maar wat vind je nou van dit menselijke gedrag? Dat is toch van een hemelschrijende stupiditeit. En toch doen mensen dat. Lekkundig gedrag. Ja, dat is kunnen. En ik denk heel veel... Steven vinden ze het fijn in de file, dat zou nog kunnen. En heel veel accommodaties zeggen natuurlijk, kom maar op zaterdag. Dus ja, dan word je ook een beetje gedwongen om dan te gaan rijden. Waarom? Dan kun je toch ook op maandag komen? Ja, maar ja, dan betaal je natuurlijk 2 dagen. Zo wat, ook niet zo erg toch? Wat ben je liever? Ben je liever dood op de Route du Soleil? Of, kom je liever op maandagochtend of maandagmiddag, weet ik veel. Ja. Je kunt dan in de nacht rijden, dat hoor je ook nog wel eens. Dus, Ja, maar dat heb ik zelf wel eens geprobeerd. Je ziet dat ik ook mij wel eens heb bezonderd aan dit soort van stupiditeiten. Ja, ook de Route du Soleil, maar wij gingen terug. En het was verschrikkelijk. We stonden op zo'n heuveltop, ook ergens in de buurt van Lyon. En zover als het oog reikte, was de Route du Soleil, die zat volkomen vast. Dus ik zei ook, weet je wat, ik ga er vanaf. Ik ga gewoon Route Nationaal rijden, ouderwetse hoofdweg in Frankrijk. Nou ja, dat ging een hele tijd goed, tot de tank bijna leeg was. Maar we reden 's nachts, dus ja, wat dat was het idee. Cool en zo, en hartstikke handig, 's nachts niet zo druk. Nou ja, dat hadden we gemerkt. Ja, en toen was het natuurlijk een uur, of ja, ik denk dat het, dat zal zijn, 6 uur 's ochtends of zo. In al die klote dorpen waar we doorheen reden, was de benzinepomp, was al een benzinepomp, maar die was gesloten. Ja, om 6 uur 's ochtends, wie heeft dan zijn pomp open? Geen kip natuurlijk. We hebben het gered, maar het was, ik dacht ook weer, dit is ook, ik had veel beter in die file kunnen blijven staan. Ja, dat blijkt maar weer. Het was wel heel educatief om die oude Route Nationaal te rijden. Ja.
Caroline, moet je volgens mij zeggen. Ik zei Caroline, maar dat is Caroline van de Plas. Heeft je gelijk gegeven dat inderdaad niet bekend is waar die D voor staat, bij die D. Ja, wat een gezeur was dat, zeg. Ja. Ben ik er uitgebreid over gebeld of ik verkeerd heb. Ja, door Shownieuws. Ja, of de camera niet op bezoek zou kunnen komen en zo. In een typisch mediarelletje waar ik nou helemaal niets van begrijp, is dat die mevrouw die vertelt is volstrekte onzin. Anders kun je het niet noemen, gewoon lulkoek eerste klas. Maar voor de mensen die het gemist hebben, zij zei die D staat voor decision, hè? Ja, die dat hadden we in de studio ook al gehad. En toen was ze heel eigenwijs, ja, kennelijk is het een vrij eigenwijs type. Ik zou zeggen, zoek eens wat op als je zo zeker bent. Nou, nu weer hetzelfde. Denk je dat één van die programma's de moeite had genomen om het op te zoeken? Nee, dit kost je... Iedereen heeft tegenwoordig zo'n telefoon waar je het op kunt zoeken. Het kost je 1 minuut. En dan kun je zien dat het lulkoek is. En dan moet je mij uitgebreid gaan whatsappen. Om wat mijn commentaar is. En zou zij misschien gelijk kunnen hebben? Nee, dat hadden we al geconstateerd. Het was werkelijk de media. Echt, dit is echt het afvalputje van de domheid van de media. En dat zo'n mens gewoon serieus wordt genomen. Dat is nog veel gekker. Dat geen mens daarbij bij die redactie van Umberto zei, laten we eens even met die redactie van de slimste mensen bellen. Die je kon vertellen dat die in feite de beleefdheid hadden gehad om die stupiditeiten van mevrouw Caroline, om die eruit te knippen. Dat was niet om mij te beschermen. Ja, je begrijpt natuurlijk, de rechterzijde was dat dit zeiden dan... ze wel, hè? Ze zei in eerste instantie, het is vooral flauw dat ze dus bij zetten... Ze zei, wij stellen ons hier kwetsbaar op als kandidaten. Hè, we worden soms als domoren weggezet als we niks weten. En dan weet ik een keer wel wat en dan knippen ze het eruit. Ja, en toen bleken er zeer maar fouten te zijn. En omdat het zo'n sympathiek programma is, was ook dat gelul van mevrouw Caroline was eruit geknipt. Ja. En nou ja, je ziet hoe zoiets werkt. Dat je dan opgebeld wordt van, wilt u dat komen verklaren? Ik zeg, zoek het maar op. Dan kun je het zelf verklaren. Ja, er zijn wel een aantal mensen heeft het opgezocht. Hè? En in appgroepjes, onder andere die Telegram groep die bij deze podcast wordt, zijn ook wel mensen die zeggen van, ja, dit, Van Rossum heeft gelijk, het staat hiervoor. Of er is inderdaad geen duidelijke betekenis. Maar... Er is een hele duidelijke betekenis. Die idee is de dag waarop iets begint in militaire termen. Dat heb ik ook toen verteld, was ook zo'n kletskoek dat ik dat niet wist. Nee, helemaal niet. Oh ja. Dat heb ik toen verteld in die studio. Ja. Het is ongelooflijk werkelijk. En ook het triomfantelijke Van Rossum heeft ongelijk. Het is een veel dommere man dan hij lijkt. Het is gewoon een zeurpiet, een linkse netwit. Hè? Met zijn Wikipedia-kennis ook zo wat. Ja, want dat is het fijne bij rechts. Dat kijken ze diep neer op de Wikipedia om de eenvoudige reden dat ze zelf nooit iets op hoeven te zoeken. Want ze weten niks en ze zullen ook nooit iets weten. Dat is ook, moet ik zeggen, ik denk ook vaak, het is ook wel geruststellend. Rechts-Nederland is zo onbeschrijfelijk dom dat we er niet al te bang voor hoeven te zijn. Het is toch ook een gezelschap van volstrekte idioten. Dat is die 15%, hè? Ja, dat is de bekende 15%. Ja. Dat is dus allemaal uit de EU en ja. Terug naar de gulden en wat er was, die valde onzin. Ja. Ja. Nog eventjes één laatste dingetje. Die sporter, met dat verhaal met Wit-Rusland, die daar dus op een gegeven moment niet meer mee mocht doen aan de Spelen. Ja, gezellig land, Wit-Rusland. Ja, ik zou zeggen, we moeten als Europese Unie, wat mij betreft, wat harder optreden tegen Lukashenko. Maar ja, hij wordt uitgebreid gesteund door Poetin. Het is voor Poetin ook een unieke gelegenheid natuurlijk om aan allerlei mogelijke zelfstandigheidstendensen in Wit-Rusland een eind te maken. Mm. Wat ook jammer is eigenlijk. Je gunt het die arme mensen in Minsk die een jaar geleden zo dapper de straat op gingen tegen die snorremans. Die gun je het niet. Nee. Het voor een land als Wit-Rusland heeft het maar één betekenis, namelijk dat iedereen die iets kan, dat die vertrekt. Ja. Dat is een probleem van al dit soort van landen. Als je natuurlijk een serieus intellectueel iemand bent, een wetenschapper, wat dan ook, dan blijf je niet in Hongarije wonen, dan vertrek je. Dan blijf je niet in Wit-Rusland wonen, dan vertrek je. Ik geloof dat uit de voormalige Sovjet-Unie, van de Russische Federatie, zijn miljoenen mensen vertrokken die wat konden. En dan ben je vaak van harte welkom. Mm-hmm.
Want die man met het kind is ook gevlucht inmiddels. Ik begreep nu weer dat ze wel bij de ouders of de schoonouders zijn binnengekomen. Ja, een van de grootste problemen is dat dit soort van landen gewoon ruksigloos, medogeloos afrekenen met hun burgers waar die kritisch zijn, ook als ze in het buitenland zijn. Mm, ja. Ja, dan, we hebben een stukje van de Hitler, of eigenlijk een heel groot deel van de Hitler-speech uitgezonden. Omdat je de vorige keer zei, luister nou eens hoe dat is opgebouwd. Ja, je moet wel 4 uur luisteren dan. Nou, het was een speech van een minuutje of 7, 8. Ja, is veel te kort voor Hitler. Oké, nou, we hadden hem in ieder geval helemaal laten horen. Hè, omdat jij zei van, en het grappige is, je kunt dus zien hoe mensen luisteren. 15%, het is grappig dat het ook 15% is, heeft dat doorgespoeld. We kunnen dus zien, 15% toen dat begon, hebben ze dit, hier gaan we niet naar luisteren. We spoelen dit door. Ah, okay. Dus mensen hadden daar geen zin in om daarna te luisteren. Dus die ja, goed, dat is nogmaals, het zou veel beter zijn als ze naar zo'n speech van 4 uur zouden luisteren. Oké. Okay. Goebbels was trouwens ook een voortreffelijke spreker. Hij heeft ook in dat sportpalast echt een toplezing, nou lezing, propaganda toespraak gehouden. Ja, als je niet wil weten hoe het zit, dan moet je natuurlijk... Ongetwijfeld zullen ze ook zeggen, die van Rossen met dat wezenloze gelul, die weet nergens wat van. Hoe kritisch ze op dit punt zijn, hoe zekerder je weet dat ze inderdaad helemaal niets weten, maar, en dat is essentieel, niets willen weten. Ja. Zij zijn gevangen, nietwaar, in die hele wonderlijke set van ultra-rechtse vooroordelen en... Ja, als je daar eenmaal in zit. Nou ja, we weten dat die algoritmes allemaal zo georganiseerd zijn dat je dan steeds meer van die onzin te zien of te horen krijgt. Je moet het maar laten. Ja. Je moet hopen dat ze niet aan de macht komen. Ja, en er was ook nog één vraag, vond ik op zich wel een goeie. Wat is op een gegeven moment, jij stelde de vraag in de vorige aflevering, had Duitsland kunnen winnen? Ja. Overigens kwam ik, iemand stuurde dat door, een heel grappig college in de bus tegen. Ja. Dat heet het buscollege. Ja, zeker. En daar stelde jij ook die vraag. Dan zit jij voor op een stoeltje met een microfoon. Ja. En daar zitten allemaal mensen achterin. En één iemand heeft dat helemaal gefilmd. Ja. En daar kwam die vraag... Ja, ik wist dat helemaal niet dat gefilmd werd. Vond verder niet zo verschrikkelijk erg. Het was in Duitsland. Maar nog gekker is natuurlijk dat we hadden toen, het zal zijn, 35 van die deelnemers aan die reis. En ik geloof dan dat buscollege hebben 40.000 mensen gekeken op het internet. Dat is wel veel curieus natuurlijk. Ja. Maar goed, dat verhaal zal ik nu ook weer gaan vertellen. Want zelf was het een heel helder en goed verhaal natuurlijk. Maar daar stel ik ook die vraag. Hadden ze kunnen winnen? Precies. Er zijn ook mensen die vragen, kan Van Rossum nog wat extra elementen toevoegen die hij in die andere colleges niet heeft gegeven? Want sommige fans hebben dat allemaal al gehoord. Dus die zeiden, misschien kan Van Rossum bepaalde dingen nog wat uitdiepen. Ja, dat zou lollig zijn als ik ondertussen ook nog een nieuwe verdieping van historische kennis zou kunnen aan... Nee, dat gaan we dus niet doen. Want de meeste van die dingen zijn algemeen bekend. Ja, als u ongeduldig bent of als u mij niet gelooft, dan zijn... ik zal maar zeggen, we hebben het over de Battle of Britain gehad. Er is van een zekere Richard Overy een alleraardigst boek over de Battle of Britain. Trouwens ook een verhoudingsgewijs dun boekje, dus ik kan het u warm aanbevelen. Over al deze dingen zijn dikke boeken. U kunt met name de nu reeds genoemde Richard Overy. Hoe laat is het ondertussen? Het is inmiddels 4 uur lokale tijd. Hops, nou, dat is een mooi moment om ermee te stoppen, naar mijn idee. Ja, ik had nog één leuke vraag van iemand die hier iets had ingesproken. En ik vroeg me ook nog wel eventjes af, Trump, hij heeft veel geld opgehaald, hebben de Republikeinen. Ja, zeker, wat dat betreft, 100 miljoen of zo. Ja, wat dat betreft is hij wel redelijk goed bezig. Even kijken, hoor. Heeft deze meneer nou zijn WhatsApp-berichtje, had wat leuks ingesproken, maar is dat nou weg? Even kijken... Kun je dat intrekken dan een WhatsApp? Ja, dat kun je dat als je dat op tijd... Oh, wacht even. Dit is het. Ja, ik heb hem hier. Even kijken. Nou, dus even luisteren wat deze meneer zegt. Dan moet ik even op play drukken. Als dat lukt. Ja, hey, goedemiddag. Dit is meneer Hofstra uit Groningen. Ja, ik zeg mijn voornaam niet vanwege privacyredenen. Ik had even een vraag aan meneer Van Rossum. Want ik heb 2 jaar in China gewoond. En daar... had ik zo nu en dan heimwee. En luisterde ik dan als ik door de Chinese vuurmuur heen kon, naar hoorcolleges van Maarten van Rossum. Omdat dat toch het minst Chinese is wat ik op het internet kon vinden. Ja, de manier van praten en gewoon er niet omheen lullen. En de nuchterheid en zo. Dat is toch iets heel erg Nederlands en heel erg on-Chinees. En dan verbaast het mij ook heel erg dat meneer Van Rossum in de afgelopen podcast aflevering zei over Hongkong. Ja,
laat die Chinezen dat maar gewoon innemen. Want dat is toch gewoon China. Dat ik, mijn oren echt, die gingen ervan flapperen. Want hoezo? Is het gewoon oké om burgerrechten voor mensen af te nemen en een soort dictatuur te vestigen? Ik dacht dat meneer Van Rossum daar toch wel tegen was. Is er niet iets, zoiets als zelfbeschikkingsrecht hier in de wereld? Oké. Dat was een vraag van een anonieme meneer. Oh. Nou ja, Jan Paul heet hij, dat kunnen we wel zeggen. Ik zijn achternaam zeggen we niet, in ieder geval. Ja, die meneer die heeft op zichzelf natuurlijk vanuit het oogpunt van fatsoen en morele aspecten natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. Alleen het is in dit geval niet zo'n verschrikkelijk interessant gelijk. En dat komt natuurlijk omdat, hij suggereert, ik heb alleen gezegd, Hongkong is een deel van China. Ja, dat is een stuk van China, weliswaar een soort eiland voor de kust. Door de Engelsen gepacht is, ergens in de 19e eeuw. En de pachttermijn liep af, als ik het wel heb, in 1999. Het is waar dat de Chinezen hebben beloofd dat het zou dan, was het ook weer één land, twee culturen zou het zijn, of twee politieke systemen. Daar hebben ze zich dus niet geweldig aan gehouden. Wat ik heb bedoeld te zeggen, is dat er gewoon bar weinig aan te doen is. En dat je ook het moet bekijken vanuit Peking natuurlijk, hè. En dat betekent dat China is een dictatoriaal, autoritair geregeerd land. En dat betekent dat ook Hongkong ten slachtoffer gevallen is aan die aard van bestuur. En ik neem aan dat niemand zegt van nou, dit is zo erg, dit is voor ons echt volstrekt onacceptabel. Wij zeggen nu tegen China, of jullie houden daarmee op in Hongkong, of we vallen jullie aan. Nee, dat is... Dat is eigenlijk, ik bedoelde eigenlijk, het is onvermijdelijk dat dat gebeurt. Ja. Vervelend, ik vind het niet mooi, ik juich het niet toe. Ik vind sowieso het bewind van Xi Jinping ongelooflijk onverstandig als ik denk aan de lange termijn. Maar ja, je doet er bar weinig aan. Ja. Eerste deel van de vraag, wel leuk dat hij dus in China probeert over die muur heen te komen om hoorcolleges te doen. En kennelijk dat deels lukt, dat vind ik nou wel sterk, ja. Ja, dus daar zitten mensen in China te luisteren. Ja, of de Chinezen denken, nou, dit is zulk wezenloos gelul, dat hoeven we niet te blokkeren. Nou, dat is wel grappig. In die podcast dingen kun je dus zien waar mensen luisteren. Ik zie daar China staan en denk, ja, dat zullen wel mensen die per ongeluk die dat dan intikken. Maar dat zijn dus dit soort mensen. Ik juich het van harte toe dat mijn stem, niet waar de stem van het fatsoenlijk liberalisme, dat die wereldwijd klinkt. Jammer genoeg in het Nederlands, waardoor er niet een hond het kan verstaan. Maar dat is wel een fijne gedachte, ja. Nou, laat ons vooral weten waar jij luistert. Dat kun je doen via de socials, Maarten Podcast op Twitter en op Instagram. En vind je deze podcast leuk en waardeer je hem? Laat dan een recensie achter op Apple Podcasts. Dat zouden we leuk vinden. En de volgende keer, in de volgende aflevering, gaan wij door over de Tweede Wereldoorlog. Ja, want tenslotte gaat het grondig mis. En gaat het Rode Leger in het offensief. En dat offensief heeft geduurd tot ze in Berlijn waren.